Het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuinig zijn op de leerkrachten die dit prachtige vak al beoefenen. Nou is er goed nieuws, we weten eigenlijk best wel heel goed hoe we dat behoud van leerkrachten, hoe we dat werkgeluk kunnen organiseren. En sterker nog, er zijn al heel veel voorbeelden in het onderwijs van scholen die dit op een fantastische manier voor elkaar hebben. Scholen waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten. Tijdens de sessie vertel ik hoe jij als school kan werken aan het behoud van je leerkrachten. En dan gaat het over jou, de leerkracht. In deze sessie vertel ik je hoe je die gelukkige leraar kunt worden. Bijvoorbeeld door goed voor jezelf te zorgen, waardoor je je werkdruk naar beneden brengt, goed beslagen ten ijs te komen, je mening te vormen, maar ook medestanders vinden waarmee je dat gesprek kunt openen. Dus wil jij weten hoe je het werkgeluk van leerkrachten in het onderwijs vergroot, voor de leerkracht zelf of voor de school, kom dan vooral naar onze sessie.